Hier lag een boel hout. Er stond een opgevouwen springkussen. Wat andere dingen. Er zullen ongetwijfeld dingen hebben gestaan waarvan wij het bestaan niet meer weten. Want het is er allemaal niet meer. En dat is allemaal in de brand gegaan. Het was, zo is te zien op de beelden, een heftige brand afgelopen zaterdag op zondagnacht. De buitenopslag van de buurtwerkplaats in Schiedam vatte vlam. En als de brand weer iets later te plaatsen was geweest, had het waarschijnlijk heel anders afgelopen voor de buurtwerkplaats. Het eerste waar ik natuurlijk dacht, mijn werkplaats, want dat is toch een beetje mijn kindje. Maar de brandweer is er vrij snel bij geweest. En kunnen we ook op de camerabeelden zien, dan zie je een beetje wanneer het ontstaat en wanneer de brandweer binnenwandelt. En die hebben het gelukkig kunnen blussen. Als het wat feller was gaan branden en er waren echt grote vonkenregens over die loods, want je zag het echt richting de loods waaien, alle vonken. Ja, als dat er te veel zijn, dan gaat het op een gegeven moment wel iets doen. En dan had ik hier niet zo vrolijk gestaan. Mogelijk zit de oorzaak van de brand in afgestoken vuurwerk. Op camerabeelden is te zien hoe de brand na een lichtflits rond 1:30 ontstaat. Dat is heel moeilijk te achterhalen. Dat is altijd met brand, hè. Je vindt het doosje lucifers nooit terug. Nee. En op een gegeven moment zie je hier wat licht flitsen. Iemand waarvan ik merkte dat hij vrij veel verstand had van illegaal vuurwerk, dat vond ik wel interessant. Die zei, ja, waarschijnlijk een Cobra 6. Zegt mij helemaal niks gelukkig, maar die zei van, ja, ik denk dat ze er een Cobra in gegooid hebben of zo. Ja, dat weet je niet. Hoe kwam het bericht tot jou? Vrij laat. Dat was wel bijzonder. Dat verwacht je niet. Je denkt dan, je wordt meteen gebeld en je weet het meteen. Ja, dat is dus niet altijd zo, want de brandweer doet zijn werk en gaat weer door naar de volgende brand waarschijnlijk. Dus de volgende ochtend, net een van de weinige ochtenden dat ik wel even uitsliep, zat ik om 9:30 aan de koffie en ik sla mijn telefoon open. En ik zie dat ik een soort WhatsApp-bom heb gekregen. Wel allemaal hele hartverwarmende reacties hoor, dan moet ik wel... Dat is het moment waarop je ook realiseert en een hoop mensen je een warm hart toedragen. Uit de vreemdste hoeken hoor je ineens allemaal lieve berichten. Er waren zelfs mensen die het idee hadden om een crowdfunding op te zetten. Maar dat is volgens Joost niet nodig. Binnen 2 dagen hebben ze met iedereen de boel weer opgebouwd, zegt hij.